Een hele goede morgen. Goedemorgen. Niels is thuis. Jordi zit aan zijn fruitje. Mijn grote vent. Die zal zo wel boos worden omdat we het geluid zachter hebben gezet. Ik heb een pauze gezet. Gisteren hebben wij niet gevlogd. Of tenminste, ik heb niet gevlogd. Want ik ben gisterochtend bij de gynaecoloog geweest. En ondertussen weten onze bekende vrienden, bekende en familie en zo weten het nu inmiddels al. Maar wij zijn zwanger. Ja, zei je. Hoezo, jij bent toch met mij zwanger? Nee, jij bent zwanger. En je hebt er last van, bedoel je? Ja, last. Alleen van jou, niet van de zwangerschap. Oh, oké. Nou, ik ben gisteren dus bij de gynaecoloog geweest. Joehoe! Wij zijn nu 11 weken en 3 dagen ongeveer. En er komt nog een extra video van. Waarin we uitleggen hoe het allemaal is gekomen. Ja, hoe ik zwanger ben geworden, dat weten we inmiddels wel. Maar er zit een kleine achtergrond aan. Want bij Jordi ben ik 9 jaar bezig geweest. En we hadden een afspraak bij de gynaecoloog enzovoorts enzovoorts al eerder. Heb ik niet gevlogd overigens. Omdat we daar zoiets hadden van, nou, dan gaan we allemaal nog niet melden. Dus wij zijn zwanger en je gaat nu een foto zien met hoe we het bekend hebben gemaakt. En dat is. We zijn onderweg. Wij hebben vandaag boodschappen gedaan. We hebben van alles geregeld. En wij gaan nu naar verjaardag nummer 1. En dat is bij mijn neefje en mijn grote neef. Mijn neefje is jarig geweest en hun zijn verhuisd. Dus gaan ze gelijk een feestje vieren. Verjaardag houden. Dus daar gaan we even heen. En daarna gaan we naar mijn opa en oma. Want mijn oma is volgende week jarig. Dat is wat we gaan doen. En Jordi ligt lekker te slapen. Heeft zijn middagdutje een beetje in 2 delen, denk ik, dat hij ze doet. En dat was het eigenlijk wel. Hè? Ja. Zijn benieuwd naar het nieuwe huis van mijn neef. Sally. Verjaardag nummer 1 hebben we erop zitten. Nu gaan we naar verjaardag nummer 2. Dat is mijn oma en ook mijn opa, want ze vieren een verjaardag samen. En daar zijn we nu naar onderweg. Dan gaan we dadelijk Jordi eerst even eten geven bij opa en oma. Zoals jullie zagen, zijn we onderweg naar huis gegaan. De verjaardag van mijn oma was gezellig. En ook een beetje van mijn opa. En Jordi ligt nu lekker op bed. Die ligt lekker te slapen. En ik ga nog heel eventjes wat dingetjes doen hier. Morgen komen mijn ouders hier de hele dag. En ik ga heel eventjes wat dingetjes vast voorbereiden om te doen barbecuen. En dan ga ik hier nog even wat opruimen. En dan is het weer tijd om te gaan douchen, denk ik, en naar bed te gaan. Goedemiddag. Jordi ligt te slapen. Mijn ouders zijn nou hier. En als Jordi wakker is en zijn soepje gehad heeft, dan gaan we lekker zwemmen. Mijn ouders die zijn dus hier buiten. Daar zitten ze. Ik heb nog overal was hangen hier. Want dan ben ik bij met mijn was, dus dat is ook makkelijk. Dus dan gaan we wachten totdat Jordi wakker is. Hier is er eentje wakker. Jordi. Hallo. Hey. Hallo.
Ja, ze is mijn boefie. Ja, welke? Ga je mee naar beneden? Ja, is de papa daar ook? Zo. Nou, kunnen we wat zien, zeg maar. Kijk maar. De mannen in de zwembad. Hé, jongen. Ook een biertje? Ook een biertje? Ja, ja. Kijk maar. Even ze lachen. Biertje? Dronk je dan maar. Dronk je nog iets? Biertje? Kom, lekker biertje, jongen. Pas op, hè. Pas op, hè. Hé. Ik heb hem weer. Gerimpelde handen. Ja, dat is leuk. Dat is de leeftijd. Hey, luister. Ja, hij zwemt ook. Ja, ja. Hij poedelt ook. Ja, hij poedelt. Lummel, hè? Lekker. Kunnen we wel zien. Ik ben wegwezen met die naam. Overwezen. Tuig zat altijd in dienst, want die moesten verplicht. Ja, dus die werden verplicht om in dienst. En die sloegen er heel graag op. Ja. Die komen gewoon op het knokken. Nee, ja, maar dat was het lekker. Dat was gewoon. Ja, en ja, we zitten om de oer aangestoken. Kijken we jou. Ja, je bot zijn vast tegen. Ja, dat is schrikt. Ja, dan komen ze helemaal, hè? Ja, al die dingen aan het kwamen, joh. Dan komt alles, komt alles kwam. En dan hoe je hem zo was helemaal niet. Klemmen. Zo. Ja, ja, dus direct helemaal in. Ja, dat is te groot. Maar allemaal in de benen staat. Zes uur te zien. Ja, en als er een eindje van geprikt wordt, dan is het. Ja, die man, ja, kijk helemaal nergens. Niks. Ja, komt dan. Ja, dat is de gast van de bots gewoon expect. Armen omhoog. Armen omhoog. Armpjes omhoog. Dat is echt... Je weet al dat als je dat ding beeld hebt, zo goed. Dat er iets kunt. Leuk, hè? Kom, is dat thee? Ik lust het. Ja, die is thee dicht in de vriezer. Ik moet even opensnijden, kijken of die niet... Want als die gaar is, dan zijn ze allemaal... We hebben er wat geweest. Ja, zie ik wel. Oh, je wil, je wil. Ja, mogen jullie wel dat. Ja, Roxy lag van naast mij op de wallen. Ja, mijn moeder zat erbij. Ik geloof dat ze dik 3-4 uur ons binnen zijn geweest. En uiteindelijk zie je maar een minuut of 5 terug. En ze hebben alleen maar... Want ze hadden het over kinderwens. En, maar dat was toen ook bij mij heel extreem op dat moment. Want het lukt allemaal. Ja, maar zo valt hij van jouw schoot af als we rijden. Dus doe maar om jouw nek. Maar we zijn wel even goed, hoor, mama. Ja. Goed zo. Nou, de aftocht wordt geblazen. De aftocht wordt overgemaakt. Er is alleen nog de toeter en de bellen. Nou, die ligt thuis. Toet, toet. Ergelijk genoeg. En dan hebben we nog Chantico daar. Voor degenen die het gemist hebben. Niels heeft gisteren zijn brilletje weer opgehaald. Want die hadden we een week terug besteld. Nu kan ik er weer 3 jaar tegen. Ja, ik vind hem leuk staan. Ik vind je wat knapper daarmee.
Het is wel even wennen, want ik was eerst pootjes gewend en deze heeft over je hele neus. Ja, deze heeft niet van die pootjes die je zeg maar ook nog kan verzetten, want dat deed jij ook nog wel eens, hè? Deed die zelf de pootjes even goed zetten. En dat kan nou niet. Maar dat komt wel goed, dus gewoon even wennen. Ja. Maar ik vind hem mooi, de bril. Ik ben er blij mee. Dat is het belangrijkste. Jij moet het meest tegenaan kijken. Ja, daarom ben ik er blij mee. We hebben vandaag een gezellige dag gehad. Ja. En... het was een groot dolfinarium hier. Ja, iedereen heeft hier lekker gezwommen. En we hebben met z'n allen gebarbecued. En jij had mama al overgehaald om een biertje te komen drinken. Mm-hmm. Dus die kwam zwemmen en toen kwamen Bianca en Milo later mee. En die had ik gezegd dat ze droge kleren mee moest nemen. Ja, dus... dus die hebben we uiteraard in het water gegooid. Ja, dat is eigenlijk standaard hier, hè. Er wordt altijd wel iemand hier het water in gegooid. Gelukkig ben ik dat meestal niet. Nee, jij spart al te veel. Ik zet te veel tegendruk. En sowieso nu met onze kleine Kees kan dat niet. Uh-huh. Kees is de naam van onze baby voor nu, totdat het geboren is. Kees kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn. Dus kijk maar naar Vlodder. Dus dat kan gewoon. Ik ben wel moe. De echte naam weten we nog niet. Nee, daar zijn we nog niet over uit. Wachten we tot we eerst weten... wat geslacht is. Ja. Ja, hebben we bij Jordi ook gedaan. Eerst kijken wat geslacht is en dan beslissen we hoe we het gaan noemen. Maar de naam maken we sowieso nog niet bekend. Dus dat gaan we nog niet doen. Maar ja. Er is maar één iemand die dat mag weten. Jordi? Nee. Degene die de kaartjes maakt. Oh ja, degene die de kaartjes maakt. Maar die kan heel goed geheimen bewaren. Want deze heeft toen met Jordi ook gedaan. Mm-hmm. Dus die vertrouwen wij dat 100.000% toe. Wij gaan zo lekker naar bedje toe. En we gaan deze ups en down ook afsluiten. Ja, wel trusten. Wel trusten allemaal. Op naar morgen. Weer zo'n warme, zonnige dag. Dat is wel lekker, maar niet als je moet werken. Nee, ik hoef niet te werken. Of nou ja, ik ben thuis. Dus ja. Maar goed. Welterusten allemaal. Slaap lekker. En niet te veel doen met dit weer. Want slaap lekker allemaal. Welterusten.